Hoi, ik ben Robin en uh, welkom bij deze update video. Hier uh, wilde ik uh, kort wat gaan bespreken wat, uh, wat er bij mij allemaal gaande is. Wat er gaat veranderen en wat mijn uh, plannen zijn voor de komende periode. Allereerst heb ik mij natuurlijk uh, de afgelopen 2,5 maanden mee bezig gehouden met Wiestemol. En ondanks alle struggelingen met het opnemen en bewerken van de video's heb ik er echt onwijs veel plezier in gehad. Ik was daarom ook van plan om... Uh, deze week de eerste twee afleveringen van De Mol te bespreken. Oftewel de Vlaamse variant van Wie is de Mol? Uh, deze video wilde ik eigenlijk in instantie vandaag online laten komen. Maar door de hele corona-situatie is er, heb ik eigenlijk nog helemaal niets aan kunnen doen. Dus wat ik ga proberen is de komende twee weken weer helemaal bij te komen met uh, alle afleveringen. Zodat ik uh, weer volledig met jullie kan mollen. Dan is de volgende verandering. En dat is mij eigenlijk ook wel een hele grote die ik door ga voeren. En dat hebben jullie waarschijnlijk ook al gezien in de banners en de kanaallogo's. Is dat ik dit kanaal eigenlijk alleen nog maar ga gebruiken voor niet gerelateerde gamevideo's. Dit houdt in dat er op dit kanaal alleen nog DIY of how-to video's, kookvideo's, evenementenvideo's en wellicht ook wat vlogs online gaan komen. De reden hiervoor is dat ik eh, tijdens VSTML een gamevideo online heb gezet. Uh, vanaf het moment dat de video online kwam, verloor ik eigenlijk gelijk een aantal abonnees. En dat was voor mij ook het moment om te zeggen van tot hier en niet verder. Daarom heb ik besloten om specifiek een kanaal op te richten alleen voor gaming. En dat kanaal heet uh, Robot Gaming. De link daarvan kan je vinden in de beschrijving. En eigenlijk een lang verhaal kort. Houdt dit gewoon in dat alle game video's van dit kanaal verder zullen gaan op Robot Gaming. En de lopende series zal ik meenemen naar dat kanaal ook. En dit zal onder andere zijn voor Breakfast and Planet Zoo. Verder ga ik op dat kanaal livestreamen. Iets wat ik echt al heel lang wil, maar nog niet van is gekomen. Reviews voor spellen wil maken. En ook wat conventies gaan plaatsen, uiteraard ook als ze we weer gaan starten. Ja, en ook gewone spellen die ik leuk vind om te spelen. Ja, ik moet er wel bij zeggen dat ik niet regelmatig zal gaan uploaden en. Of livestreamen. Maar ik ga het gewoon doen wanneer ik daar zin in heb. Het YouTube-landschap is natuurlijk de afgelopen paar jaar veranderd van uh, gaming naar eigenlijk meer alledaagse dingen. Vandaar ook dat ik dit uh, tweede kanaal heb opgericht om toch nog wat leuke dingen te kunnen doen. En stiekem toch mijn hobby uh, uit te kunnen voeren. Verder zal ik de gamevideo's die op dit kanaal staan niet offline halen. Die blijven gewoon lekker staan. Eigenlijk omdat dit voor mij een mooi aandenken is voor een hele leuke periode die ik heb gehad, welke nu toch echt gaat veranderen. En als laatste puntje. Zal ik aankomende maandag nieuwe intro video's online gaan plaatsen? Op beide kanalen. Die ook deze kanalen gaan representeren. Voor iedereen die natuurlijk op mijn kanaal kon kijken. Ik moet er wel bij zeggen dat ik ook heel veel tijd in heeft gezeten. En het resultaat mag voor mij dan ook zeer zeker zijn. In ieder geval, tot zover de update. Excuses voor het uitblijven van de Hinze Theorieën video's van de Mol. En we gaan nog gewoon weer met goede moed tegenaan. In ieder geval ook bedankt voor het kijken naar deze video. En mocht je mijn volgende video's willen zien, vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. En maar ook op uh, RoboGaming. Het wordt allemaal zeer gewaardeerd. En dan uh, zeg ik voor nu. Uh, later.